We moeten deze afstoffen. Hetzelfde geldt voor jou, mijn liefste. Oh nee! Ik moet dit meteen oplossen. Wat verschrikkelijk! Wacht even! Wow! Heb je jezelf in de spiegel gezien, Ruby? Eeuw! Goor! Pardon? Oeh, kom terug! Zo helder! Hey daar, Hotstop! Dat is onze smaragd! Ja, erg grappig! Wat was dat? OMG! Kijk eens naar die vent! Hij is geweldig! Blijf staan, bestie! Die hottie is van mij! Laat me niet lachen! Huh? Waar komt dat allemaal vandaan? Hi, knappert! Er is een VIP-feest gaande en jij bent uitgenodigd! Oh, het ziet er allemaal geweldig uit! Smaakt wel een beetje vreemd. Wat? Weet je, ik zou echt moeten gaan. Niemand kan mijn smaragdgroene glans weerstaan. Is ze niet raar? Hey, let op waar je heen gaat. Mijn fout. Ik deed het niet expres. Loop me niet weer in de weg. Oh, en hier is iets om aan te herinneren, loser. Wauw, zo gepassioneerd. Wil je alsjeblieft met me uitgaan? Mocht je willen. Mijn liefste, ga alsjeblieft niet. Het blijft maar gebeuren. Ach, jongens zullen jongens zijn. Onze eerste dag op school is zo spannend. We hebben eindelijk onze eigen kamer. Oh, kom op, je maakt een grapje. Het is zo duidelijk. Maar ik weet hoe ik dit moet oplossen. Met mijn smaragdgroene krachten natuurlijk. Wauw! Abracadabra. Dat lijkt er meer op. Ik leef in stijl. Wauw! Mogen we dat doen? Dat sla ik niet over. Ik moet eerst mijn magische edelsteen vinden. Hoe komt dat hierin? Ah! Hier is het! Diamanten zijn mijn beste vrienden. Ziet er geweldig uit! Wow! Zo cool! Je bent geweldig, bestie. Hey, hoe gaat het met haar? Een moment van uw aandacht, alstublieft. Ik sta op het puntje iets heel cools te laten zien. Ik ben helemaal opgewonden. Hier ben je, mijn schat. Nou, wil je ons iets laten zien? Laat me nu niet in de steek, Ruby Power. Het werkte. Net zoals ik zei. Ja, je was zeker geweldig. Bedankt, besties. Gezond lichaam, gezonde geest. Slam nooit je trainingen over. Diamond werkt echt hard vandaag. We hebben nieuwe uitrusting. Laten we kijken. Die is zo mooi. Maar het is te licht. Bingo, dat is perfect. Wow, dat is zwaar. Phew. Ik heb het gedaan. Nog een keer. Oké, wat vind je daarvan? Pak aan. Wow, het is moeilijker dan ik dacht. Oef, tijd voor een pauze. Oh, water. Waarom zijn deze handschoenen zo oncomfortabel? Hey, geef maar aan mij. Hey, dat is oneerlijk. Had je het tegen mij? Ik ben volkomen onverstoorbaar. En zo heel erg kalm. Neem jij je sprankelende bullebak? Tijd om deze twee een lesje te leren. We zitten in grote problemen, nietwaar? Oeps. Rust, stilte en innerlijke rust. Oké, klas. Tijd voor een scheikundeles. Ja!
Hoewel, ik kan deze reagentie gebruiken. Het komt allemaal goed. Ik ben klaar, Miss Johnson. Wow. Ik heb nog nooit een diamant van deze grootte gezien. Big deal. Kijk en leer. Je staat op het punt om echte magie te zien. Voilà, een smaragdgroene plant. Helemaal niet slecht. Laten we dat van dichterbij bekijken. Wat een ongewone plant. Achoo! Het lijkt erop dat ik de smaragdkoorts heb opgelopen. Oeps, niet expres. Toch krijg je daar een goede 8 voor. Oh ja, ik laat je zien wie de beste is. Ach, dat is de verkeerde kleur. Probeer dit dan eens. Ach, dat is de verkeerde consistentie. Maar ik kan niet opgeven. Ik moet het beter doen. Ik weet zeker dat er iets zal gebeuren als ik dit allemaal mix. Daar ging iets mis. Wel, Ruby, waar is je project? Hier, kijk maar. Oh, hier is het. Zo klein. Het spijt me, maar dat is een 1. De edelsteendrieling is zo schattig als ze slapen. Een open raam? Ik heb geluk vanavond. Laten we eens kijken wat we hier hebben. Beginnend vanaf daar. Mijn hemel, dit wordt een perfecte misdaad. Oké, ga nu in mijn tas. Gewoon zo. Wow, een echte robijn. Kom op jij. Haha, dit is te makkelijk. Ik kan mijn ogen niet geloven. Deze smaragdgroene ketting is een klein fortuin waard. In de tas gaat het. Wat hebben we hier nog meer? Een diamanten ring? Die neem ik wel mee. Ugh, het is krap. Ik krijg hem er niet af. Ik heb hem bijna. Phew. Ben ik hier goed in of zo? Tijd om weg te gaan. Oh, wat was dat? Wat is hier aan de hand? Pardon, meneer. Jij zit in de grote problemen. Wow, rustig aan, dames. Tijd om onze edelsteenkrachten ten volle te benutten. Let's go! Ik heb mijn lesje geleerd. Ik wou dat ik mijn edelstenen nog 1 keer kon zien. Ik kan niet geloven dat ze weg zijn. Het leven kan soms zo wreed zijn. Zie jij dit ook? We moeten terug naar de juwelierzaak. Ik mis ze gewoon zo erg. Huh? Droom ik? Mijn edelstenen! Jullie keerden terug naar mij. Jee! Ik miste je heel erg. Verlaat me alsjeblieft nooit meer. Dat doen we niet. Ik hou zoveel van jullie. Er is iemand die ik je wil laten ontmoeten. Dit is Mabel, jullie nieuwe klasgenoot. Hallo iedereen. Mabel is perfect. Ze is zo aardig. Zo bescheiden. En dat is niet de enige verrassing voor vandaag. Er is nog een nieuw meisje in onze klas. Mabel's zus Jessica. Ze is zo luxueus. Oeps, rijk zijn is geen garantie voor populariteit. Kom op. Oeps, dit is gênant. Welkom, Jessica. Ga zitten. Gaat het, zus? De dag verloopt niet goed. Jij bent hier ook? Jessica is helemaal niet populair. Het is zo irritant. Maar we zullen zien wie wie is. Hier komt de eerste overwinning. Jessica zal nu laten zien wat ze kan. Ze heeft een verslag over goud. Het belangrijkste element. Het is een projectie. Dat is op school nog niet gebeurd. Maar we hebben een probleem. De klasgenoten staan op het punt in slaap te vallen. Maar Jessica kan nu niet gestopt worden. Het is tijd om haar te laten zien wie hier de baas is.
en haar technologie faalde. Dat is gênant. We moeten dit nu weg zien te krijgen. Oh. Zet het uit! En jij, stop met lachen. Ze hebben al heel lang niet meer zoveel plezier gehad bij scheikunde. Ga zitten, Jessica. Yes, nu gaat het interessant worden. Kom op, Mabel, je kunt het. En Mabel bereidde iets speciaals voor. Een echt optreden. Een TikTok-stijl theekransje. We hebben alleen een theezakje en water nodig. En nu het geheime ingrediënt. Bravo, Mabel! Een paar druppels van een drankje en het is klaar. En de leraar mag het als eerst proberen. Mm. Mm, het is magisch! Woehoe! Mabel verdient een applaus. Maar ze is de beste cheerleader. Hé, zus, we zitten in hetzelfde team. Kun je het geloven? Oh ja, ik ben zo blij. Waarom houdt iedereen zoveel van haar? Dat is waar ook pompons. Mabel kan ze gebruiken. Ik heb een idee. Een goed idee voor een grap. Zo, Mabel, heb je een nieuw uniform? Laten we dat maken. En Mabel heeft nu haar eigen pompons. Ze zijn gemaakt van papier. Het is hopeloos bedorven. Er is een uitweg. Als je met een stift over de gele vlekken gaat, krijg je grappige smileys. En Jessica is al in de praktijk. Hoi jongens, klaar om de nieuwe stunt te oefenen? Tuurlijk, Jessica. Klaar? Dan ga ik naar boven. Zo simpel is het. Jessica straalt als een echte ster. Oh nee, het is te helder. Mijn ogen. Hé, hou me vast. Echt niet. Ja, Jessica alleen repeteren. Jongens, het spijt me. Ik ben zo laat. Je ziet er cool uit, Mabel. En het belangrijkste, je verblindt ons niet. Jessica heeft weer gefaald. Maar ze is niet van plan om op te geven. We moeten Mabel's grootste fan in de val lokken. Rood alarm, daar komt hij. Wauw. Wauw, een gouden staaf. Heb eens, mooie jongen. Gefeliciteerd, Lee. Je gaat met mij op date. Ga lekker zitten. Hoe lang nog? Hier komt het diner voor het verliefde stel. Ga, Mabel, val ons niet lastig. De date verloopt volgens plan. Hoewel, Lee is een beetje nerveus. Maar een kus zal alles veranderen. Oh nee, iemand help! Het lijkt erop dat er geen manier is om Lee te redden. Hij zit zwaar in de problemen. Maar Mabel zal het proberen. Jessica, ga wat rusten. Hé, laat me je helpen. Heb geduld, het is bijna voorbij. Je bent mijn held, Mabel. Wie heeft deze geweldige date verpest? Dat is Mabel-stijl. Ze gaat er spijt van krijgen. Kijk, ze is weg. Dit is een droomdate. Het is tijd om dit mysterie op te lossen. Waarom is Mabel zo populair? Ze heeft geen geld. Maar ze heeft veel vrienden. Oké, laten we op verkenning gaan. Hier komt Mabel. Waarom lacht ze altijd? Dit is vreemd. Mabel lijkt iets van plan te zijn. Deze jongens zien er verdacht uit. Ze vragen ook om geld. En Mabel geeft hen de laatste van haar spaargeld. Yep, de fans vonden het geweldig. Dit is het geheim van haar succes. Je moet aardig zijn en dan zul je populair zijn. Heb je geld nodig? Neem het. Koop jezelf iets leuks. Missie volbracht. Jessica zal nu populair worden. Maar dat is niet wat er gebeurde. Laat me los! Het is tijd om hier weg te gaan. Het stinkt zo erg. Nu vechten ze om het geld. Oeps, sorry. Ik ga weg, oké? Ze waarderen Jessica's inspanningen niet. Ze maken het alleen maar erger. Dus we blijven zoeken. Wat doet ze daar? Oh, Mabel is zo geniepig. Ze besloot om die oude dame te helpen oversteken. Wat een oplichtster. En de andere studenten zijn weer opgewonden. Ze zijn zo raar. Wat is het probleem? De straat oversteken. Iedereen kan dat doen. Ik ben hier, mevrouw. Ik breng u naar de overkant. Maar ik hoef daar niet heen te gaan, kind.
Ik vind het niet erg. Laten we nu gaan. Tadaa. Missie volbracht. Jessica is zo slim. Maar de oude dame is niet blij. Blijf van me af. Jessica heeft het zwaar. De oude dame moet weer wachten op haar superheld. Maar het onderzoek gaat verder. Zelfs op de test. Oké, laten we eens kijken. Mabel helpt Thomas met de test. Red hem van een slecht cijfer. Aha. Hoe nobel. En Thomas heeft een 10. Mabel, je bent een echte vriendin. Iemand helpen met zijn proefwerk? Makkelijk. Lee, geef me je proefwerk. En geen ruzie maken. Laten we nu alle problemen oplossen. Geef het aan je leraar, jongens. Stop, Jessica. Een goed cijfer zit erin. Wat? Mr. Pete denkt van niet. Dat is een onvoldoende. Jessica, wat heb je gedaan? Oh. De pauze gaat niet zo goed vandaag. Het is zo saai. Maar Mabel gaat het oplossen. Jongens, ik heb een belangrijke mededeling. Een kus voor een dollar? Wie gaat er eens eerst? What? Echt niet. Mabel is zo geniepig. Er staat een hele rij fans op haar te wachten. Aha. Maar Jessica had een beter idee. Ze zal zelf voor de kus betalen. Nah. Iemand gegadigd? Iemand? Ja. Maar de lijn is leeg. Maar Mabel's zaken gaan goed. Stop! Een koper heeft geen geld. Maar hij weet wat hem te doen staat. Het is tijd om naar Jessica te gaan. Maar niet zoenen. Ik zal gewoon het geld nemen, oké? Martin heeft nu een fortuin. En daarvoor krijgt hij een heleboel kussen. Dromen komen uit. Hij wordt gekust door Mabel. Hoe kon hij? Mabel, dat is niet eerlijk. Aha. Maar Mabel kan ook gratis zoenen. Oké. Mabel is zo lief. Maar ze verdient haar populariteit niet. Muziek verandert werk in plezier. Mabel is zo getalenteerd. Wow, mooi! Er is een talentenjacht aan de gang vlak naast de deur. En de deelnemers doen het niet zo goed. Maar Jessica gaat zeker winnen. Haar dans is iets speciaals. Oh, alleen de finale is een beetje uit. Ik ben in orde. Maak je geen zorgen. Tadaa! Spaar de vijven niet, heren. Maar de jury is zo kieskeurig. En nu komt Mabel op het podium. En dat is iets om te zien. Wat een gratie. Wat een talent. Oh, sorry. Ik was hier net aan het opruimen. Mabel, neem je tijd. Jij wint. Dank u. Dit is zo onverwachts. En de ster krijgt een royale prijs. Mabel is weer eerste. Hoe doet ze het? Maar Jessica heeft nog een troef achter de hand. Oh nee, zij weer. Hallo jongens. Kijk eens wat ik heb. Het is het nieuwste model. Vind je dit leuk? Ja. Jessica doet het weer. Hoe vaak moet je nog opscheppen over rijk zijn? Dag jongens, bel me als je iets nodig hebt. Oh nee. Vandaag is duidelijk niet haar dag. En waarom zijn die dure telefoons zo onhandig? Maar Mabel heeft geen nieuwe telefoon. Het is de ouderwetse manier. Deze papieren bekertjes zijn beter dan welke smartphone dan ook. Mabel, wat is dit? Het is een telefoon. Je praat hier en je hoort het hier. Wauw, het werkt, is het niet? Communicatiecontrole. Kun je me horen? We horen je goed. Kom binnen, kom binnen. We gaan een geweldig feest geven. Ik kom er zo aan. Een geweldig feest? Ik dacht het niet. Mabel heeft helemaal geen geld. Hier komt de jarige. Niet veel. Maar Mabel is zo schattig. We willen haar niet van streek maken. Maar er komen nog meer verrassingen. Wie wil er een verjaardagstaart? Het ziet er niet zo goed uit. Maar Mabel heeft zo haar best gedaan. Dit feestje is niet meer te redden. Maar Jessica staat op het punt om deze verveling te doorbreken. Hallo, wie wilt er eten? Oh ja, dat is precies wat het feest nodig had. Laten we er tegenaan gaan. En de hele nacht dansen. Nu is Jessica ook populair, omdat goed altijd wint. En wat is de verjaardag zonder een liedje? Doe een wens, zus.